De opzet van een georganiseerde ruimtelijke datastructuur zal significant bijdragen aan het efficiënt beheren van geodata. Een workshop voor belanghebbenden diende vanmorgen om informatie en ideeën uit te wisselen over de opzet en het beheer van de Nationale Geospatial Intelligence Hub. Deze hub zal informatie bevatten over ruimtelijke ordening en het milieu. Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dassai, legde uit dat alle geodata van het grondgebied van Suriname centraal zullen worden geplaatst binnen een datahub. Dit systeem zal volgens de bewindsman bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het maakt niet uit wat voor data u heeft, maar we kunnen het altijd linken aan de ruimte. Ik noem dan een ander voorbeeld. Als bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid van plan is om een ziekenhuis op te zetten, dan moet hij zeker weten met welke inwonersaantal ze te maken hebben in een bepaald gebied. Dat kan beschikbaar zijn via AWS. Maar wat nog belangrijker is, is de ligging van de verschillende huishoudens. Hoe ver zijn ze toch ten opzichte van de hoofdwegen? Hoe ver zijn ze ten opzichte van het centrum? Als we die data hebben, dan kunnen we heel makkelijk de positionering van zo'n hospitaal uitzoeken. Een Geospatial Intelligence Hub voor Suriname is een significante mijlpaal voor efficiënte milieu- en ruimtelijke planning. Het wordt een besluitvormingsinstrument door de levering van uitgebreide en betrouwbare georuimtelijke informatie, zegt Diego de Madeiris, milieuingenieur. De Madeiris meent dat onderzoekingen in de huidige fase belangrijk en een goed fundament zijn voor het nieuw te worden geodatasysteem. We are also working with IDB in a climate change open portal, open data portal in another contract. So we, as I said, we developed things. We had developed. So, and of course we are, this is not by me, this is by the country. We are the top one GIS company in Brazil if we talk about our group, which is Imagine that we work with. Voor het welslagen van dit project zal een bekwaam team worden geïnstalleerd die moet helpen zorgen voor vergroting van expertise in het beheren van de database, ontwikkeling van applicaties en het aanleren van de nodige vaardigheden. Het centrale datasysteem zal toegankelijk zijn voor iedereen.